Vandaag is het iPhone 14 Pro Max dag. We gaan vandaag dus naar de Apple Store in Brussel. Ik ga eerst iemand oppikken. Je gaat dadelijk zien wie dat is. En dan gaan wij genieten van deze dag, want het is spannend. Deze nacht niet zo goed geslapen. Ik had veel te veel spanning. En dat heb ik één keer per jaar. Dus we nu een iPhone moeten gaan halen. Nu is het even wachten op de persoon die ik ga meenemen. Kijk, en die persoon is... enige echte Christian Jacobs, prins van Hasselt, met 3 uur slaap. Oh man, ja. Zwak, Chris. Ça va, en met u? Ik heb iets gekocht op TikTok. Kent je dat? Dat kun je zo aan je spiegel hangen. Zo. Ik dacht, voor als ik moest ik live gaan, weet ik veel. Ah, oké. Okay. Selfie stick. Of jeuken bij mijn neus. We gaan vertrekken, we willen zo veel aan. Je hebt je geld toch bij? Ja. Jezus, wat is dat duur geworden tegenwoordig? Oh, fuck man, jong! Ik moet eigenlijk tellen hoeveel ik bij heb. Ik betaal nooit cash, jong. En zeker niet zo'n bedragen, man. Nee? Nee, jong. Even in Brussel rondlopen met 2000 euro, jong. Man. Ik moet even tellen. 1, 2, 3. Ik weet niet hoeveel ik bij heb. Ik ga de nieuwe iPhone kopen omdat ik van... ik vind die kleur vind ik mooi, de nieuwe kleur. Heb je hem al in het echt gezien? Nee. Je hebt gezegd dat dat een diep, diep purple ging zijn. Diep paars. De eerste afslag. Ja, inderdaad. Voilà. Links aanhouden. Ik denk dat dat een mooie kleur is, maar ik ben niet zeker. Dus ik ga een iPhone kopen op basis van deze guy zijn uitleg, hè, moet je denken. Ja, maar dat is de nieuwste kleur, hè? Dat is wel waar. Links dus je... aanhouden. Je ziet aan de kleur van, oh, die Christian heeft de nieuwste iPhone. Dat is waar. Aan een dynamisch eiland. Wat is een dynamisch eiland? Je hebt geen notch meer, maar echt een dynamisch eiland tot waar notificaties in komen en zo. Dat is echt chic, chic gemaakt. Dus uw notch van boven, ja? Hè, die, dat is nu niet meer. Dat is zo'n pill-shaped vorm dat er is. En daar komen notificaties in. En als ik bijvoorbeeld een timer opzet, komt het er naartoe. Dat is echt heel chic gemaakt. Zo gaat die batterij langer mee dan? Als dat enigste dat oplicht. Voilà, zeg. Uw iPhone, Chris, is opeens 50 euro duurder geworden. Ik denk dat je geflitst bent. Ik denk het net niet. Man. Hij heeft niet geflitst, hè. Dat flitst dat ding toch, hè. Dus ik denk dat het wel oké is. Je lijkt wel een Terminator. Echt? Hoe dat zo je oog filmt. Ja, maar dat is omdat die scherp stelt op mijn oog. Op je oog? Ja, dat is omdat... Die kent u. Nee, als jij er alleen op staat, gaat hij op je oog, maar jij zit te ver aan de zijkant. Dat een beetje meer zo zitten dan. Hoe voelt dat, Chris, om met de nummer 1 van TikTok in België in de auto samen te zitten? Boah. Gewoon. Het is plezant om je nog eens te zien, maar niet omdat je nummer 1 van TikTok bent. Mooi, man. Ik heb 3 uur geslapen vandaag. Ik heb 4. Echt? Echt waar. Ik had stress voor de nieuwe iPhone te halen. Nee. Echt waar, ik had zenuwen. En ik ben met een paar topgifters ben ik gezellig gaan babbelen en gaan eten in de Bruno's. Ah. Ondertussen zijn dat vrienden geworden. Zojuist een TikTok gemaakt waar hij zijn duizenden volgers vraagt om deze avond iets te gaan drinken in Hasselt. Op mijn kosten. Op zijn kosten. Geen idee wat dat gaat geven. Geen idee of er volgen naartoe gaat komen. 5 minuten en dan zijn we er. Spannend. Aangekomen in Brussel in de parkeergarage. En het is nu tijd om de iPhone te gaan halen. Ik hoop dat hij zijn iPhone ook krijgt, want hij mag die pas om 1 uur gaan... 1 uur, hè? Ja. 1 uur gaan halen. Ik om 11:15 en het is 9:46. En 10:15. Oh, jong. Hoe lang moeten we hier wachten? 9:15. 9:15. Het is 9:46, dus we zijn op tijd. Ja, je peux juste vous demander de ne pas filmer les employés. Ok. Ok. Vous pouvez filmer le magasin, mais juste pas les employés. Ok. Christian heeft een probleem. Ik moet dringend pissen. En er is geen wc. Maar ik moet echt dringend pissen. Ik heb echt al bijna een liter cola opgedronken in de auto.
We zijn nu gewoon voorbij de iPhones gelopen. Hè? Ja, zonder te kijken. Zonder te kijken. En we moeten hier op een bankje blijven zitten. Want ze gaan mijn iPhone halen. Kijk, ik zal Chris eens filmen, kijk. Kijk hier. Zo. De voeten gaan niet van de grond, zo. Voeten gaan niet van de grond, niks. Echt erg. Daarom dat ik zei, van, ik voel me zo'n kindje, omdat ik niet aan de grond kan met mijn voeten. Dat is waarschijnlijk, dat heeft waarschijnlijk een psychologische reden. Dat ze die bankjes zo hoog gemaakt hebben. Denk Apple kennen het wel. Dan geef je 1000 euro extra uit. Dan voelt je als kind. Weer de iPhone 14 Pro Max in het paars. En ik moet zeggen, dat is een speciale kleur. Op camera is dat wel weer iets anders dan echt, maar het ziet er wel goed uit. En deze iPhone, die heb ik gekocht. In zwart. Ik heb me een iPhone gekocht, Christian is nog bezig. I thought I can only film myself, but no employees. Oké, okay. Persoon be careful. Ja, only me. Yeah. Oké, okay, moet je voorzichtig zijn, alleen mijn eigen filmen. Christiane ze betalen, maar die betaalt alles cash. 9, 10. Wat was dat? Ah, kijk eens. Dus we hebben hier een iPhone 14 Pro Max. Zwarte kleur. We gaan die direct hier in de Apple Store juist gekocht. We gaan die nu gaan unboxen. Altijd een geweldig gevoel. Oké, moment van de waarheid. Oh. Echt wel een leuk, hè? De zwarte kleur. Het is iets donkerder als de iPhone 13 Pro Max, denk ik. Laten we eens even kijken. Ja, het is iets donkerder. En ook de randen zijn iets donkerder. En uiteraard. Ah. Dat is altijd leuk, hè? Zo echt een verse iPhone te hebben. Ik ben blij, hoor. Als we dan nog kijken in de doos, hebben we een Lightning naar USB-C kabel. En nog wat verpakkingen. En waarschijnlijk ook een Apple sticker. Als je binnenkort de setup wilt zien en ook mijn review van de iPhone 14 Pro Max, vergeet dan ook niet te abonneren op mijn techkanaal. Ik link het hier ergens boven en ook in de comments. Deze iPhone heeft wel degelijk redelijk wat nieuws ten opzichte van de iPhone 13. Om het dynamisch eiland maar te noemen, echt een dynamisch eiland. Apple heeft dat een naam gegeven. En ook de camera, een 48 megapixel camera. Dus we gaan dat zeker testen en mijn review gaat daar ook live komen. Voilà, die is unboxed. Binnenkort dus de review live op Chris Tech Review. Ik vermoed dat dat ergens volgende week gaat zijn. Schiet me niet dood als dat niet lukt, want ik wil dat wel grondig gaan testen. En nu is het even wachten op Christian. Christian moest heel dringend pipi doen. We hebben hier Christian zijn kapitaal staan. Christian gaat ontdenken welke kleur hij gekozen heeft. De donkerpaars. Dus hè? Van, hè? Wow, dat is mooi eigenlijk wel, hè? Daar kan ik... Ik kom daarmee weg, hè. Ik kom daarmee weg. Zeker of wat. Dat had al wat erger geweest. Dat zou ik niet doen. Of ja... Nee, gelukkig. Dat ik dat niet gedaan heb. Hij is fucking buiten gegooid! Maar wel zijn schuld. Niks met mij te maken, maar zijn schuld. Hij wou niet stoppen met filmen. Normaal is dat nooit geen probleem om in de Apple Store te filmen. En hij filmt nog niet eens mensen, moet je denken. Je gaat dat zien, dat is een heel mooi filmpje. Ah, dat heb je al gezien. Allemaal slow motion van producten en zo, maar dat wouden ze blijkbaar niet. En ze hebben gezegd van, ja, mag niet. Ik zei, oké, mag je dan mijn iPhone filmen? En die bewaker zegt, oh, ik ga het vragen aan de manager. En nu later komt hij terug, die zei, het is Frans, ik weet eigenlijk niet waar. Zo, oké, dan filmen we met de iPhone, Christian. Ja, dus eigenlijk was Chris aan het filmen met zijn camera, met geluidsmicrofoon en hoe heet dat, zo diffuser, dat je zo geen ruis hebt. Een windmuff. Een windmuff, hè?
Dus dat zag er veel te professioneel uit. Eerst moet hem dat wegdoen. Hij filmt verder met zijn gsm. Nog problemen. Zo ben ik het filmen daar. Ja, zo is hij met filmen met zijn gsm. Nog de producten. Geen mensen aan het filmen. Geen cliënteel. Niemand gaat gezien. En nog problemen. We hebben juist met ons twee bijna 4000 euro uitgegeven hier. Moet je denken. Laat me niet flauw vallen hier. Maar volgend jaar kom ik terug. En weet je wat we dan? Dan hangt de GoPro op mij. Zo. Diep. Dan nog me meemaken hier op mijn leeftijd buiten gegooid worden in de Apple Store. Ik ga uw gsm in uw zakje steken. Ja, is goed. En op zijn zij leggen. Ik ga Tim Cook toch eens een mail moeten sturen. Hè? Dat zijn personeel toch wat vriendelijker moet zijn, niet? Ja. Zij is een 8 en heeft een Samsung. Een 4. Jong, hoe ga ik anders iMessage met die kunnen doen? Niet. Dat is een ramp. Dat is echt een ramp. Nee, dat is toch snel geregeld. Hè? Gewoon iPhone direct in haar handen. Hier, jongen, fatsoenlijke gsm. Dus dames en heren, als je een vrouw bent en je wilt graag een iPhone, even aanpappen met de kis. Niet doen, ik ben getrouwd. Gelukkig getrouwd. Maar hij is nog wel vrijgezel, denk ik. Ja. Ik ben nog vrijgezel. Maar voor mij krijg je geen iPhone. Kijk die nummerplaat. En dan doppen. RVA. Nummerplaat RVA 444. Ja, inderdaad, dan op de top staan. Apple Store, jij hebt me teleurgesteld. Amai, jong. Zo duur, ja. Zo onvriendelijk. Echt, de verkoper was wel vriendelijk. Die was wel moe, want die had ook slecht geslapen deze nacht. Maar 4 uurtjes had hij geslapen zijn. Maar de security en de manager, Apple, dat kan beter zijn, man. Dit echt is geen klantenbinding. Nee, joh. Volgend jaar zitten we in de Samsung Store, joh. Nee, dat is niet waar. Om te lachen. Zeg, Christian, vorige keer toen we de iPhone zijn gaan halen, ja? Heb jij die zo'n 2 of 3 weken nog niet opengemaakt. Weet je dat nog? En nog langer zelfs. Hoe lang gaat deze in de doos steken? Luister, hè. Die iPhone die we toen zijn gaan halen, die heeft denk ik 1 maand in de doos gezeten. Ja. Maar dat is nog niks. Deze, hè. Deze heeft 6 maanden in de doos gezeten. Wat? Deze. Waarom? Heeft geen tijd gehad voor die open te doen. En dan de paarse. Ja. Dat is een goede vraag. Maar ik ben ook niet zo excited als u, snap je? We kopen allebei voor een andere reden. Ja. Je hebt zoiets van, oh, ik moet hier een nieuwe iPhone, ik moet dat... Ja. Je weet daar ook alles straks van. Straks thuis uittesten en dit en dat, ja. Je weet er ook alles van, ik weet er niks van. Jij maakt me dingen zien, ik heb juist op 2 minuten tijd meer gelegd voor mijn iPhone, dat ik... Kijk, als een ambulance hoor, dan word ik paranoia, ja. Sinds mijn vriendin overleden is... als ik een ambulance hoor, dan heb ik altijd een kleine flashback. Ik was daar niet bij, maar ik heb zoiets van, stel als alle auto's nog sneller opzij waren gegaan, die waren eerder daar, of... Ja. Snap je? Alles en die, ja, begrijp ik maar goed, ja. Dus daarom, als ik een sirene hoor, dan ben ik altijd aan het kijken van, kunnen wij iets doen om het traject te vergemakkelijken of zo, of... Autostraden zo achter een camion rijden of zo, dan heb ik zo'n nijpend gevoel. Ja, dat zal ook niet weggaan, denk ik. Maar jij bent een goede chauffeur. Probeer, ik voel me veilig bij de auto. Ik heb nog niet gehaan bij u, dus dat hebben we andere mensen wel al gehad. Echt? Ja. En natuurlijk, de maag moet ook gevuld worden, dus we zijn hierbij. De Burger King, waar de prins van Hasselt gaat eten. Jazeker. Ja, die mensen. We gaan eerst beginnen aan onze Big Whopper. Dat is wel altijd beter hier dan bij de McDonald's, vind je niet? Mijn voorkeur is sowieso Burger King. Ik ben echt een fan van Burger King. Ja, ik ook. Binnenkort een Burger King in de Maasmechelen. Naast de McDonald's hebben we dan ook een Burger King. Die gaat binnenkort open, dus... Dit is exact dezelfde plaats waar we zijn gaan eten. Hoeveel jaar geleden? 3 of 4 jaar geleden. Een paar iPhones geleden, want tijdens de lockdown mochten we geen iPhones meer gaan halen. Hè? Toen lieten we die thuis leveren. En we zijn exact op deze tafel
In deze Burger King hebben we toen gegeten, dus we dachten dat we er niet moeten. We gaan eraan beginnen, want het is koud. Tijd om naar huis te gaan. Wat ga jij doen? Ik ga mijn beker nog volledig vullen met Fanta. Omdat het kan en omdat ik ervoor betaald heb. Hier, ja. Sinaasappel, let's go. Of ook niet. Goed jong, bedankt om mee te gaan. Het was een hele toffe dag, Gijs. Ja. Toffe mens. Dat weet ik. Dat weet ik. Bescheiden niks. Dat als je tegen een meisje zegt van echt lekker wijf. En die zou dan zeggen, oh, dat weet ik. Dat is ook overdreven, hè? Niet? Ja, ik ben een toffe mens. Ik ben een toffe mens. Met mijn 50 abonnees die kijken, die vinden dat ook. We gaan er iets aan doen. Dit is zo erg. Je steekt er zoveel tijd in. Ja, maar dat heeft te weinig bereik naar mijn goesting. Voor het aantal tijd dat je erin steekt. No, maar pas op, ik doe dat graag, want dan zou het je niet vallen. Dat is waar, dat is waar. Dat is bij mij ook wel zo. Dat is bij jou ook wel zo. Ik zit ook wel heel veel tijd in. Maar finaal loont zich dat wel. En dat is heel fijn als je dan echt zo liefde krijgt van je community en je vooral van je aanhang. Dus dat is wel tof dan. Voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn op Chris' YouTube-kanaal, ga zeker eventjes hier beneden, rechts, links, boven tikken op abonneren. Ja. Abonneren is gratis. Uiteraard. Ja. Ja. En je krijgt alleen maar goede content te zien, want Chris is heel selectief in de beelden die hij publiceert. Ik heb veel moeten knippen vandaag, want vandaag ben ik met Christian op stap geweest. En je moet niet weten wat hij allemaal gedaan heeft vandaag. Dat is volgens mij de vrouw die mijn gsm heeft gepikt. Hè. Ik denk dat echt. Hè. Altijd zo, die hangt altijd rond in dat gangstje beneden. En als er een pakketjes zijn, dus open doen? Ja, ja, ja. Vorige keer mijn sniperkaart, het pakket was opengesneden. Hè. Echt? En dat is gewoon teruggezet geweest. Maar ze hebben dat waarschijnlijk open gedaan van, oh, dat moet iets chiques geweest zijn wat erin zit. Oh, kaartjes, wat zijn we daarmee? Snap je? Ja, ja. Echt waar, ja. Anders was dat ook nog gepikt geweest, mijn sniperkaart. Hè. Dat is een vermoeden, hè. Ik weet dat niet. Hè. Dus ik ga die niet beschuldigen in haar slaapkleed met daarover een trui. Ze kijkt wel niet zo vriendelijk naar u, Christian. Nee, die kijkt. Ze heeft toch gelachen? Ja, toch? Ja, ze heeft zo is groen gelachen. Zo. Ik heb uw gsm. Die heb ik nog verkocht voor 200 euro. Oh. Maar het was heel aangenaam vandaag. Ik hoop dat je uw iPhone toch binnen de 3 weken open hebt deze keer in plaats van 4 weken. Oh man, ik weet het niet. En weet je, als je zo wat hulp nodig hebt met het instellen, hè, of met andere IT of camera of gerelateerd, hè. Stuur mijn berichtje. Ja, dat gaat wel nodig zijn, want mijn vorige IT man, daar hebben we afscheid van genomen. Ja, heel ons team heeft daar afscheid van genomen. En we gaan elkaar nog eens zien, hè? Sowieso, ja. We gaan nog samen vlogs maken, filmpjes maken. We gaan train tracking, train spotting doen, allemaal gestoorde dingen. We gaan kijken wie het langste durft te blijven staan op de treinspoor wanneer de trein afgelopen komt. Nee, gaan we allemaal niet doen. We zijn gewoon twee simpele jongens die eigenlijk in de zetel gaan zitten en wat spelletjes spelen of zo. Met veel gemeenschappelijke interesses. Dat is wel straf, dat is waar. Ja, ja hè? Ja. Hij zit te kijken voor een Japanse wc die je kontpropper spuit. Ik ook toevallig op dezelfde tijd. Ik heb hem gekocht. Ik kan dat hier niet, maar ik kan dat hier niet doen. Ik, waarom niet? Ja. Dat is ook de huur hier. Hè. Ja, oké. Maar het was wel zalig, hè, man. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Dat is zalig. Echt hoor. Ja. Geloof mij, dat is zalig. Ja. Zalig. Dat klinkt een beetje vies, vriend. Nee, maar kijk, hè. Je gaat op de wc zitten, wat doet je op de wc? Je pakt je gsm mee, toch? Ja. Ja? En als je gedaan hebt, dan moet je kont afvegen, toch? Ja. Ik kan blijven zitten, ik druk op een knop en kan verder op mijn gsm. Oh, ja. En dan spuit het dat proper en dan komt de feuner en dan... De feuner? Ja, dat, is zo, dat blaast warm, hè. Heeft dat ook een speciale massageknop voor vrouwen? Geen massageknop, maar wel een straal voor vrouwen. Een straal voor vrouwen? Voor de... proper te maken. Ah, oké, maar niet voor... Niet om te blijven zitten. Nee. Maar dat je die kunt blijven inhouden, dan dat kunt blijven spuiten totdat je... Nee. Zoiets is dat niet. Dat is nog altijd een wc. Kun je dat ervoor gebruiken? Ik ben geen vrouw, ik weet dat niet. We gaan dat eens testen. Wij zoeken 3 gewillige dames die de wc bij Chris willen gaan uittellen. Nee. Hoe lang het duurt, gemiddeld, hè, dan kunnen we met 3 proefpersonen, of pak 5 proefpersonen, dat we een gemiddeld tijdstip kunnen nemen. Ja. Dan kunnen we ook berekenen hoeveel water dat er voor nodig is totdat, ja, we gaan het zeggen gelijk het is, totdat het orgasme daar is. Ik weet niet eens of ik dat erin ga laten, man.
Man. Dus wij zoeken 5 vrouwen die het wc bij Chris zijn thuis willen komen testen. Dat is niet nodig. Christian, bedankt. Ik zie u een volgende keer. Ja, dat is zo waar. Je hebt mijn nummer nu, hè. Ja. Mijn juist nummer. Ja. Ja. Hey, veilig thuis, denk je. Yo, merci. Salut. Yo, yo. Jongens, ik ben terug thuis gekomen. Maar wat een regen nu. Ik denk zelfs het stukje van hier tot daar in de poort lopen, dat ik kletternat ga zijn. En 2 minuten later schijnt volop de zon. Zalig toch. En hierbij gaan we de video beëindigen. Ik ben heel blij met mijn nieuwe iPhone. Ik ga hem dadelijk instellen, al mee spelen. En dan gaat er volgende week een review live komen op mijn reviewkanaal, Chris Tech Review. Vergeet je ook niet te gaan volgen. Het was een leuke dag vandaag met Christian, weer veel meegemaakt, zoals je wel gezien hebt. Maar nu is het tijd om deze video te beëindigen. Dus ik zeg, dank u voor het kijken en graag tot de volgende keer. It don't matter.